Hallo, hallo. Hij lijkt op jou. Hey, hallo. Het is inmiddels al vrijdag en ik begin de nieuwe weekvlog op deze dag. Ik heb de afgelopen dagen niet gevlogd en niet gepost, omdat ik dat niet gepast vond met alles wat er nu in de wereld gebeurt rondom de Black Lives Matter movement. In plaats daarvan heb ik de afgelopen dagen gebruikt om vooral veel te lezen, andere mensen een stem te geven, veel te delen, ook te marchen, te doneren en vooral zelf even wat dat betreft een stapje naar de achtergrond te nemen. En ik ga op dit moment naar mijn tweelingbroer Milan. Want we zijn over 2 dagen jarig. We worden 23. Nee, grapje. Helaas worden we al 31. Dit heb ik aangetrokken. Ik heb mijn haar voor het eerst in de hele tijd strak naar achter gedaan. Een zwarte top, een shiny rok en zebra laarzen. Jordi vindt het een vrij wild geheel, wat ik snap. Rijden we dan op ons brommetje. En we zien mijn ouders al aankomen. Hallootjes! Oranje randje. Dit ziet er allemaal wel heel gezond uit. Ja, dit wordt een gezond, ja. Wat eten. We hebben hier een mega gezond eten. Alles is groen. Wil en ik denken dat we zo een kipkontje gaan vatten. Grapje. Hey, ik zie dat wat bestel gewoon ook wat erbij gewoon. Dit is jouw bord, ja. Deze oranje wijn. Wow. Deze dan. Ja. Heeft dus een cookie dough toetje gemaakt. Wat zit er allemaal in, joh? Dit is een vegan. Wat je ook maakt? No-bake vegan cookie dough. Lekker. Met een beetje. Ook wel bij vegan. Nooit eerder gehad, maar het zijn dus cookie dough reepjes met chocola. Allemaal vegan. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb wel een klein beetje een kater, kan ik wel zeggen, van de wijn. Gewoon een beetje dat je denkt, slapen zou ook wel lekker zijn. Vanavond komen er 3-4 vriendinnetjes bij mij eten voor mijn verjaardag. Gewoon heel low-key, eigenlijk meer gewoon een meidenavond waarin ik toevallig ook om 12 uur jarig ben. En ik ga gewoon hele lekkere dingen bestellen bij Bird, denk ik, Thais restaurant. En ik heb allemaal hele luxe natuurwijnen gekocht om ze in de watten te leggen. En ik heb iets geweldigs. Eigenlijk een mega Dunkin' Donuts bestelling. Ik laat ze straks aan jullie zien. Nu even veilig in de koelkast. Dus ik ga nu snel wat boodschappen doen. En nog even wat borden en glazen bij het kantoor ophalen. Want ik heb niet genoeg thuis, denk ik. Ik heb eigenlijk nooit veel eters of mensen hier op bezoek thuis. Dus ik heb niet bijvoorbeeld niet eens 5 wijnglazen. Was slecht eigenlijk. Oké, so far. Jor gaat denk ik met me mee op pad, super lief. Zo ga ik even op pad. Zelfde top die ik gisteren aan had, snel even gepakt. Adidas broek, sneakers en klaar. Snackcourier mee. Snackbag. We zijn er wel. We hebben ook een hele lekkere vegetarische worstenbroodjes gekocht. Oh, daar zit wat kras op mijn scherm. Sorry daarvoor. Kijk hoe groot Jor voor ons brommertje is. Hallo, ik ben thuis en ik heb even mijn outfit van de dag uitgetrokken om me op te frissen en klaar te maken voordat er dus een paar vriendinnen langskomen. Ik ben helemaal niet zo'n natuurlijke host of zo. Dus ik merk dat ik dan altijd denk van, heb ik wel het goede in huis? Vinden mensen alles wel lekker? Vinden ze het wel gezellig? Zullen jullie vast herkennen? Ik heb voor het eerst in een hele tijd weer foundation op. En ik moet zeggen dat het dan toch ook wel heel mooi kan zijn af en toe. Zo'n heel geairbrushed huidje. Heeft toch ook soms wel wat.
heb een paar plekjes, dus die stip ik even aan. Met je bronzer. Doe echt maar een heel klein beetje op de borstel. Ik hoor altijd dat je hier onder je ogen niet te veel glans moet doen. Ik vind het er dus stom genoeg altijd heel fris en wakker uitzien. Dus ik doe het wel. Maar het schijnt een beetje tegen de regels te zijn. Laatste oogdingetjes. Beetje goud onder mijn ogen. Schatje Nicolaatjes. Komt de letterlijke en figuurlijke slingers ophangen. Leuk. Oh, leuk. Ja, het ging even mis. Oh my god, jongens. Ik ben vooral ook benieuwd naar die met die smileys. Ik hoop dat hij erin zit. Tum, tum, tum. We zijn met 5 mensen, hè? Ja. Ah! Oh! Dit is echt heel cute. Dit ben jij. Echt dit ben ik. Einde. Toch? Zo leuk. Ja, heel dit leuk. Ben jij. Die ja. moet jij. Welke ben ik? Die? Nee, je bent ook niet. Oh, leuk. Ja, ja, ja. Heel deze heb leuk. Ik speciaal aangevraagd. Dit is Rocky Road met hazelnootvulling en chocola en marshmallows en weet ik wat. Ik heb al zo lang geen donuts gegeten. Dit, volgens mij is de donut Red wel Velvet. Geëvolueerd, zeg maar. Ja, zeker. Niet meer de donut hoe we hem kennen. Precies. Dit is wel de classic, maar dit is bijvoorbeeld Red Velvet, cheesecake, stroopwafel. Ja. Dit is vanille met confetti dingetjes. Dus gewoon precies waar ik zin in had. Moeten we niet met het toetje beginnen? We zouden best ook een idee hebben. En we draaien het om vandaag. We worden niet alleen 13, maar ook... deze... Hij lijkt op jou. We zijn een soort modewortel. Ja. Kijk, zo. Ik ben de groentjes boven jou. Cheerios! Deze film. Want jij hebt dezelfde. Ik gok dat er straks al damsams komen. Yay! Normaal gesproken maak je de wijn meteen vanuit de druif. Dan blijft hij heel helder. Maar hier zitten wat schilletjes in. En daardoor krijgt het wat extra kleur. Who this? Who this? Wijnhuis dat al lang bestaat, maar wat van vader op dochter is overgegaan. En de dochter geeft nu elke wijnoogst een karakter. En dit is Theodora. En Theodora is dan, die krijgt dan ook een persoonlijkheid die dan past bij de wijn. Theodora staat dan bijvoorbeeld, she is well structured and sassy as ever. Oh, vivacious, spirited and still a little stubborn. But we would not want her any other way. Oh. Lena? Het lijkt een beetje op die jonge Natalie Portman in die ene film. Hoe heet die film ook? Leon. Of Lena Sommerdijk. Ja. Leon Sommerdijk. Wat is dat, jongens? Cheers! Maar dit laatste ging niet helemaal goed met inzooms. We hebben een classic met vanille icing. De traditional donut, de smiley met wafelwafeling en de rocky road met hazelnut lekker. En marshmallow. Ik zie die smiley niet meer lachen, maar ons wel. Hallo, het is maandag en ik ben op kantoor met mijn toppers Ben, Noor en Evi en Jordi. Zo heerlijk hier op ons kantoor. Het is echt een oase van rust en stilte en heerlijk gewoon. En Tupac. Hm? En Tupac. Een toepak. En kleine mini-colaatjes waar we allemaal verslaafd aan zijn.
Heerlijk. Ik ben wat dingen voor atelier aan het doen. En ik heb een heleboel vegan nagellakjes van Sally Hansen gekregen die ik nu ga testen. Kledingrekje op kantoor hangt hier vol met allemaal leuke dingen. Waar zitten we dan met mijn girls en pannenkoekjes? Hey, favoriete meiden. Lekker hoekje. En hier zit dus ons mini-magazijn, wat echt een bende is. Dus ik kijk lekker de andere kant op. Gordijntje ervoor, niks meer aan de hand. Ik ga het verplaatsen, ik halverwege de dag even naar dit lekkere hoekje, de bank. We zitten nu naar wat vormgevingen van atelier te kijken. Naar bijvoorbeeld bedankkaartjes, hoe die eruit moeten zien en wat voor formaat ze dan hebben. Of worden ze bijvoorbeeld meer paars of zwart-wit. En komt er dan een leuk stickertje op of zo'n stickertje. Hallo. Eigenlijk om wat mix, wat te mixen en een gevoel te krijgen bij de huisstijl en het gewoon allemaal even neer te leggen en ermee te spelen. Dus dat is heel erg leuk. Het was een hele productieve dag en mijn brain is fried en nu ga ik samen met Jordi even bij Jessie langs, die echt om de hoek van mijn kantoor woont en een heel lekkere tuin heeft. Echt geweldig, dat is toch wel mijn grootste fantasie in het leven. En ook nog met heel veel zon, dus die is wat lekkere snacks aan het voorbereiden. En ik moet zeggen dat wat ik echt wel meeneem uit deze coronatijd is dat je veel meer aandacht aan je sociale contacten besteedt. En dat wil ik er echt wel inhouden. Ik heb Jess nu meer gezien in deze 3 maanden dan vaak in een jaar, geloof ik. Dus dat is wel echt bijzonder. Oké, dan, ik ben weer in het mooiste huis van de stad. Het huis van Jess. Yes. Met ons Jess ook zelf als topaccessoire. Oh my god, deze tuin van Jess. Mooiste betonvloer. En dan dit uitzicht. Nou, dit is toch niet normaal. Dit is gewoon helemaal van glas, deze hele wand. Hallo, hallo. Ik ben helemaal fris en fruitig en extra opgemaakt en dat soort dingen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik veel dagen toch gewoon in mijn chillpak nog steeds doorbreng. Ik ben gewoon niet klaar om het joggingbroek gedeelte van de quarantaine achter me te laten. Maar vandaag niet, want ik ben aan het filmen met Fleur. We gaan namelijk de nieuwe keuken vastleggen in een hele uitgebreide before en after. Met alle antwoorden op waar alles van is, bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. Dus die komt heel snel online. Klein sneak preview. Fleur is lekker los aan het gaan in de keuken. Ik zou jullie ook maar niet laten zien hoe de rest van de kamer eruit ziet. Hallo. Er is altijd één perfecte filmhoek en daarvoor moet alles wijken en aan de kant. Ondertussen, we hebben net alles zo uitgebreid besproken dat we een soort speelfilm van 3 uur hebben gemaakt over deze keuken. Dus dit wordt nog wat om te editen. Nu is Fleur nog wat losse sfeerbeelden aan het schieten. Details, close-ups en kan ik even wat werken. Ook heel fijn. Ik ben met atelier met een paar nieuwe producten bezig. Wat nu in het sampleproces is. Dus dat is best wel spannend. Een heel nieuw iets ook voor mij. Ik heb daar geen ervaring mee. Totdat ik een tijd geleden met een eigen merk begon. En ik leer zoveel. Ik vind het wel ontzettend leuk om te zien hoe je hier dan ook langzaam weer beter in wordt. En slimmer en sneller. Maar het is zeker een leerproces. Maar echt heel leuk. Ik ben heel excited over de nieuwe koorden die eraan komen. En nog 2 andere nieuwe producten waar ik mee bezig ben. Dus ik hoop dat dat allemaal goed gaat en dat jullie daar ook heel blij van worden. Hallo allemaal. Het is woensdag en ik ben op mijn kantoor op 2 meter afstand aan het shooten met Nicole. Die zit hier als een office mermaid.
We hebben hier natuurlijk heel veel ruimte. Dit kantoor is groter dan mijn hele huis. Dus we besloten om elkaar te helpen met wat Instagram content. Tot nu toe hebben we lunch gegeten, bijgekletst. En van allebei één poging tot een look gefotografeerd. Ja, ga ik echt als een razende raket. Maar er worden dingen gemaakt, het komt goed. Ik heb op dit moment aan een hele mooie slipdress van Urban Outfitters. Met wat dikkere bandjes. Iets meer een soort vintage 90s look vind ik dit dan de klassieke slipdress. Dus ik denk dat dit mijn nieuwe shape is voor de zomer. Ik vind hem heel mooi. Kijk deze beauty, jongens. Zit ze hier gewoon op de grond te moddelen. De nieuwe trend. Hallo? Hallo? We hebben de hele dag lekker geshoot, of nou ja, de halve dag eigenlijk. En de boel is inmiddels weer best wel opgeruimd. Lekker! Cole gaat nu naar vrienden en ik kijk even of Jess misschien hier in de buurt in de tuin al zit. Of dat ik even met Jordi nog naar buiten ga. Hier weer een nieuw lookje. Ik film maar gewoon alle looks, want ik hou ook altijd van outfits up close and personal. Gorgeous! Ik heb gewoon altijd een tas bij me. Dat kan ik ja, zo doe je dat. En thuis ga ik er met Jordi nog even naar buiten. Goedemorgen. Ik ben al lekker vroeg wakker geworden en ben al een uurtje aan de slag thuis. En nu ga ik naar kantoor waar Jill is, die ik al een hele tijd niet heb gezien. Een van de meiden die regelmatig bij mij freelanced. En die komt nu een paar uurtjes op kantoor werken. Het is echt heel fijn om weer een beetje met mensen te gaan werken, merk ik. Dat je kunt brainstormen en sparren en dingen aan elkaar kunt laten zien. Het is zo anders dan in een Zoom. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb even mooi opgemaakt voor deze dag. Straks ga ik met mijn vriendin Linda koffie drinken. Die in verwachting is van een kleintje. Zo cute. Ik gun het haar zo erg. Ze is al meer dan 10 jaar samen met Remy. Ik denk al 13 jaar misschien. Dus dit is echt ontzettend leuk. En ze hebben net een heel mooi huis gekocht in Haarlem. Dus echt een nieuwe fase. Ik merk sowieso dat sinds een paar maanden al mijn vriendinnen of mensen in mijn omgeving het over verhuizen en baby's hebben. Het is echt aan het ontploffen. Over ontploffingen gesproken. Er staan hier een heleboel dozen van Vonk en van Vest. Die ga ik straks uitpakken. Ofwel vanavond of morgen. Wat ik aan heb is, ja, kan je dus nu niet super goed zien. Een soort zijdejurk van Weekday. Die tot de grond komt. Mijn favoriete oorbellen van Le Coyote Paris. En ik denk dat ik simpele Birkenstocks of zo eronder doe. Ik ben weer thuis en ik had een goede meeting met Jill. Ik moet mezelf denk ik aanleren om iets geduldiger te zijn. En steeds terug te gaan naar het DNA van waar staat bijvoorbeeld atelier voor. En waarom maken we dan precies dit vloeipapier en niet dit vloeipapier. Dus dit was een goede reset. Heel leuk. Het eerste wat ik altijd doe als ik thuis kom trouwens is mijn handen wassen. En nu in coronatijden maak ik daar bijna een soort spel van. Er is zo'n handwashing challenge of routine die ik heb geleerd. En daarmee was je dus 20 seconden je handen. En ik vind het dus heel leuk om dat dan heel goed te kunnen. Redelijk nerdig. Ik laat hem hier wel even zien. Erbij. Ik zag dit voor het eerst bij Colgate, wat natuurlijk een long-term partner van mij is, vooral via het Smile for Good programma. En ik ben dus heel trots als ik merk waar ik mee werk hun best zie doen om mee te gaan in deze tijd. En
echt soort van step up to the plate acties zie doen. Je hebt als merk natuurlijk in deze tijd echt wel een keuze van oké, blijven we een beetje op de achtergrond of gaan we ons echt inzetten om de wereld beter te maken, ook al is dat misschien niet onze core business of zo. Dus ik las dat zij 5 fabrieken waar natuurlijk tandpasta aan gemaakt wordt omgeturnd hebben tot zeepfabrieken waar ze, ik geloof, 25 miljoen zeepjes gaan maken. Ik kan me gewoon niet eens voorstellen hoe dat eruit moet zien en hoeveel dat is. Eigenlijk om mensen die geen geld hebben of geen toegang hebben tot soort basic hygiene products toch dat te kunnen geven. En los van nog dat ze echt miljoenen hebben gedoneerd, volgens mij 20 miljoen. Wederom, geen idee hoeveel geld dat überhaupt nog is. En dat maakt me echt wel blij en trots. Dan denk ik, oké, yes, dit is een merk dat los van waar ze zelf voor staan, gewoon hun geld, hun fabrieken, hun mogelijkheden aanwenden om ook iets terug te doen. Dus ik vond dat wel heel vet. En ik denk ook dat je als merk in deze tijd echt de keuze hebt van pak je die verantwoordelijkheid of niet. Het zijn natuurlijk onderwerpen, hetzelfde met Black Lives Matter, die misschien niet één op één in je product of in je merk verweven zijn, maar waar je wel toch een statement of een soort stelling in moet innemen. En ja, ik vind het dan heel mooi om te zien als merken ook echt daadwerkelijk iets teruggeven. Dus niet alleen iets op Instagram plaatsen of een kleine donatie doen of zo, weet je wel. Dus dat vind ik wel heel nice. En daar zie je nu ook wel echt een verdeeldheid in qua merken die dat wel en niet doen. Ik denk dat ik even een lekker koffietje voor mezelf ga maken. Ik weet eigenlijk wel dat ik dit niet moet doen, omdat ik zo'n koffieafspraak met Linda heb. Maar ik heb er zo'n zin in. Misschien doe ik even een decafje. Ja, dat ga ik doen. Hoeveel koffie drinken jullie op een dag? Ik heb echt wel een beetje een max van 2 eigenlijk. Als ik er meer dan 2 drink, dan word ik echt shaky en gewoon hyper. Ik kan daar niet zo goed tegen. Het is gewoon lekker. Ik heb mijn camera even op een mini-statiefje staan. Dat is eigenlijk wel heel chill, want dan kan ik gewoon tegen jullie praten terwijl ik ook dingen aan het doen ben. Dan heb ik mijn camera niet de hele tijd vast. Nu kan ik misschien mijn jurk ook iets beter laten zien. Ik kreeg dit dus niet dicht vanochtend. En toen dacht ik, oh ja, als ik nu vraag of Jordi het doet en ik ben straks niet meer bij hem, dan weet ik niet of ik er nog uit kan. Dus dan ga ik er de hele dag mee rondlopen zo. Want ik ga straks met vriendinnen eten en Jordi gaat ook alleen op pad. Dus dadelijk krijg ik dit vanavond niet meer uit. Dit doet me ook zo denken aan mijn single life struggles. Oké, ik ga even koffie maken. Snel nog 2 mailtjes doen en dan naar Linda. Ik merk echt dat ik deze week zo gehaast ben. Dat ik ook deze tijd zo zit. En het is echt alsof de rush weer terug is van voor corona. Dus dat mails weer op gang komen. Dat er weer veel deadlines zijn. Eigenlijk ook veel dingen die door corona uitgesteld waren. Die nu weer op gang komen. Ik moet er echt zo aan wennen. En ik heb echt gewoon zo uren tekort in een dag voor mijn gevoel. Terwijl ik helemaal niet het idee heb dat ik heel productief nou ben of zo. Maar ik zit nu ook weer heel erg te haasten om nog even 2 mails te sturen die er vandaag uit moeten. Dit moet beter kunnen. Note to self. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie doen om nu alles weer een beetje normaal wordt. Een soort van je balans weer te vinden en weer daaraan te wennen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat allemaal ervaren. Ik moet zeggen dat ik het nu rustiger heb dan daarvoor. Maar nog steeds wel even moet wennen. Ik moet even inkomen ofzo. En ik heb ook het gevoel dat dingen dan weer niet goed genoeg zijn. Struggles of a perfectionist. Hallo! Zijn we weer? Na een hele middag filmen en op kantoor werken ben ik nu met Kim in Loods 5. En deze boys. We zijn op quattro uitje en we gaan straks wat eten. Kim en Onkie gaan een mooie keuken uitzoeken. Deze bank, jongens. Het is ook een hoekje met hele leuke prints, waaronder die van HK Living, waar dit hele wandje van is. Met ook 2 prints die ik zelf in huis heb. Altijd wel een groot fan van. Hallo!
op deze geweldige zonnige... Wat is het? Zaterdag? Ik ben met de liefde uit mijn leven, wat niet eens deze vriendinnen zijn, maar mijn elektrische unibrommertje, op mini-roadtrip. We dachten, we gaan even kijken hoe ver die bad boys kunnen. En Jess heeft een hele lekkere natuurspot en er is hier dus geen mens. En ik voel me nu al helemaal back to nature. Eén met de natuur. Er is hier niemand. Nul mensen. Ik heb ook veel over deze. Zie je wat er gebeurt, Lena? Zie je wie het echt talent is? Ja. Voice over hier de inlaten. Ik heb net lekker hoekje gestyled. Ja, niet Nicole, ik was het. Lekker gesteld voor de vlog. Zo'n kleine skank. Ik zit hier gewoon lekker tot Nicole een heel fotogeniek hoekje voor me maakt. En dan kom ik hier met de vlogcamera. Heel graag. Mooi. Hey schatjes. Hoi, kortjes. Ik ben nog even doorgegaan naar Jordi. Die lekker aan het water zat. Ik heb lekker koude drankjes meegenomen en tijdschriften en mijn favoriete zonneproductjes van Caudalie. Die heb je al heel vaak voorbij zien komen en gebruik ik eigenlijk altijd als het warm is. Hij is dit een nieuwe, de Aftersun, wat ervoor zorgt dat je tan langer blijft zitten. Maar het is eigenlijk ook net zo voedend als een body cream, dus je kan hem ook op die manier gebruiken. Maar echt een heerlijk product. Het is nog steeds helemaal rood, dus ik heb alleen maar even wat hyaluronzuur erop gedaan. Wat een herstellend ingrediënt is, wat ook heel erg een vochtboost geeft. En ik ben lekker een ontbijtje voor mij en Jordi aan het maken. Met kersjes en gekookte eitjes. Jordi en ik gaan lekker naar buiten om even koffie te drinken en in de zon te wandelen. En ik dacht, ik laat jullie zien welke producten ik heb gebruikt om deze hele natural make-up look te krijgen. Het zijn 6 producten in totaal. Ik heb eerst een zonnebrand opgedaan en toen een tinted moisturizer om toch het rode er een beetje af te halen van mijn verbrande gezicht. En ook je huid iets egaler te maken. Hier zit ook een SPF in. Het is eigenlijk gewoon een moisturizer met een kleurtje. Toen heb ik een beetje concealer onder mijn ogen gedept. Gewoon een heel klein beetje van een Glossier concealer. En een klein beetje op mijn neus, want die was het meest verbrand. Toen heb ik mijn wenkbrauwen aangezet met dit potloodje van NARS in de kleur Blonde Warm. Dat doe ik echt random even net wat donkerder maken en iets zwaarder maken, maar niet dat ze te donkerbruin worden. Toen heb ik met dit fantastische palet van Benefit een beetje van de Dallas bronzer opgebracht en een beetje van de blush die in het midden zit. Ik doe deze highlighter vaak aan de binnenkant van mijn ooghoekjes. Natuurlijk mijn flawless filter van Charlotte die deze glow geeft. Ook hier een beetje, hier een beetje. En toen heb ik deze Yves Saint Laurent lippenstift gebruikt in de kleur The Slim. En die stempel je als het ware een beetje op je lippen. Hij heeft een hele interessante vorm. Waarmee, kijk, heel grappig. Het is een soort roze koraalachtig tintje. Die zet je echt zo op je lip neer. Die kun je ook overigens gewoon als blush en een beetje op je ogen gebruiken. Dus dan heb je nog minder producten nodig. En daarover een beetje lippenbalsem. Wat ik vaak doe is zo'n lippenstift aanbrengen en dan met mijn ringvinger even uitsmeren. Zodat het niet een perfecte lijn wordt en je iets meer zo'n look krijgt alsof je net met iemand gekust hebt. Jorski is er ook helemaal klaar voor. Hey Kiri! Wat matcht je leuk in het blauw. Nieuwe printer in de hoek.
Ik ben op kantoor en ben inmiddels alweer een nieuwe weekvlog aan het filmen. Die komt dus echt over een week online, beloofd. En hierbij ga ik deze dus even afsluiten. Ik wens je een hele fijne week en bedankt voor het kijken. En dan zie ik je snel in de volgende. Doei!